Bouwman, Willem Bouwman met Tim Kerkhoff, voormalig kampioen van Nederland bij de belofte, en Robert de Grijp. We hebben nog 11 kilometer te gaan hier voor de achtervolgende groep. En dat gaat allemaal gebeuren onder aanvoering van Martin Kooistra. We gaan de laatste ronde in. En ook voor het peloton gaat de bel klinken voor de laatste ronde. Laatste ronde voor het peloton. We gaan een zinde rondlopen krijgen van deze prachtige wielerdag, dit prachtige Veldhovense wielerweekend. 35 seconden voorsprong, moet genoeg zijn in die laatste kilometers. Daar in de verte gaan ze de sprint inzetten van verre. Die gaat de hoogste heer grijpen, die wordt de opvolger van Oscar Riesebeek. En het wordt een adembenemende eindsprint. Wie gaat de hoogste heer grijpen vandaag? De zege met Piotr Havik, met Tim Kerkhoff. We gaan kijken naar de overwinning hier op het scherms van de Steden, Tim Kerkhoff. Hij is weer terug op het voorste plan. Tim Kerkhoff wint hier met Arvid de Klein op kop van het peloton. We gaan op een schitterende derde plaats krijgen. Hij komt uit Gelderop, rijdt voor het Baby Dump Cycling Team. Ovationeel applaus voor Robert de Greef. Een geweldige tweede plaats. Geef een geweldig applaus. Hij komt uit Gemert, rijdt voor Metec TKH Continental Cycling Team. Powered by Mantel, Dylan Bouwmans. Dan gaan we naar de grandioze winnaar van vandaag, de 69 Simac Onderkempen. Levert de zegen op voor de man uit Nistelrode en het voor Destil Joopiels, Tim Kerkhoff. Ja, Tim Kerkhoff die staat hier voor me, die kijkt een beetje verbaasd. Een tv-camera en nog een keer live op de radio. Tim, het gebeurt allemaal gelijk met Omroep Veldhoven, maar proficiat met de overwinning. Ja, bedankt. Hoe ging de koers? Ja, het was een beetje hectisch. Veel draaien een keer en zo, weinig wind. Dus dan wordt de koers automatisch iets minder lastig. En waardoor het lang gesloten blijft en de hele tijd demoreren. En, in Nederland heb je sowieso al veel vluchtheuvels, dorpjes met draaien, keren, allemaal paaltjes midden op de weg. Het draait en keert ook heel veel in de campen, hè? Ja, zeker. Ja, de noordelijke lust die ken ik wel een beetje. Omdat, ik kom in Nistelrode, dus als zuid de wind is, dan train ik hier wel eens ooit. En, dus er kwam allemaal wel een beetje bekend voor. Hoe zat je in de koers met je hele team? Had je het onder controle of was het pas op het einde dat je dacht dit gaat hem worden? Uiteindelijk weet je toch pas de laatste kilometer dat je het gaat halen. Maar voor de rest hebben we het denk ik met de hele ploeg wel goed onder controle gehad. En jij zat ook heel gunstig op het einde met die kopgroep die los was. Ja, zeker. En ik denk als we wegblijven dan is de kans dat ik ga winnen wel redelijk aanwezig. Ik wist wel dat ik een van de rapsen was eigenlijk. Dus mooi af kunnen maken zo. Ja, 35 seconden voorsprong op een gegeven moment. Ik dacht toen jullie hier voor die ene laatste doorkomst kwamen, dat gaat niet meer fout eigenlijk voor die vijf man op kop. Ja, ik dacht, de ene laatste was nog een beetje tricky. Want toen ik hoorde dat er 30 man achter kwam, toen dacht ik wel van ja, nou kunnen we het wel halen. Omdat als er 30 man los is, dan die blijven ook allemaal naar elkaar kijken. En uiteindelijk weet je dan, toen we weer het industrietrein opdraaiden, zeg maar, was ik wel echt redelijk zeker. En uiteindelijk wordt die sprint aangezet en dan moet je mee. Ja, dan moet je niet mee, dan moet je gewoon overheen. En dat deed jij, want ik zag dat lange postuur van jou daar op kop rijden en als eerst over de meet gaan. En jij dacht, deze titel hebben we te pakken. Ja, zeker, dat werd ik het uit. Het is ondertussen mei en we zijn bijna 2 maanden aan het koersen. Dus ik was blij dat het nou een keer prijs is. Opnieuw hier gehuldigd, nu als renner die de meeste strijdlust toonde vandaag hier in die 187 kilometer lange loodzware Simac Omloop der Kempen. De handen op elkaar voor Dylan Bouwmans. Prachtige prestatie voor deze jonge talentvolle coureur uit het Brabantse Gemert. Hoe ging de koers voor jou? De koers ging eigenlijk best goed en ik zat eigenlijk elke ontsnapping dat we echt wegkwamen. Net als ik goed wegreed, zat ik meestal toch wel mee. Dus daarom heb ik denk de strijd de lustigste renner gekregen. Ben ik de strijd de lustigste renner geworden. Kost wel heel veel energie denk ik, hè, om iedere keer in zo'n ontsnapping mee te zitten. Nou, als je het goed doet dan kost het niet superveel energie. En achter je moeten ze toch rijden, dus kan je beter mee zitten. Ja, je moet dus veel steun van je ploeg hebben.
Ja, eigenlijk deden we met de hele ploeg deden we om beurten meespringen. En ja, dan moet je gewoon geluk hebben. Blijf je weg of blijf je niet weg. Want vaak zie je dat alle eer naar de winnaar gaat of iemand die een mooie trui krijgt. Maar zonder die ploeg kun je het absoluut niet halen. Hè? Nee, je hebt altijd wel een ploeg nodig en altijd renners. Maar in onze ploeg gunnen we elkaar toch allemaal best veel. En de ene keer wint iemand anders en de andere keer ben ik weer aan de beurt. Dus ze doen het eigenlijk toch best mooi oplossen, vind ik zelf. Nou kijk, vandaag in ieder geval een mooie vermelding voor jou. Op weg naar de volgende race. En die is in? Ja, dankjewel. Die is in Luxemburg. Aankomende woensdag, de meerdaagse, tot en met zondag. Dezelfde koers waar Tim Kerkhoff in rijdt? Ja, ja. Kom je elkaar weer tegen? Ja, ik denk het wel. Oké, veel succes. Dankjewel. En ja, de truien die vliegen hier de pan uit. Vier soorten truien zijn er in de omloop te campen. En voor ieder soort klassement, ja, uiteindelijk zijn er toch heel wat renners tevreden. Nogmaals een geweldig applaus voor Tim Kerkhoff, Dylan Bouwmans en Robert de Grijf. De drie Brabanders vandaag in deze Kempens mooiste op het podium.